guys, super leuk dat jullie kijken naar deze video. Waarschijnlijk denk je, Eva, what the fuck heb je met jezelf gedaan? Ik ben een eenhoorn. Ik weet dat we in Nederland geen Halloween vieren, of in ieder geval, ja, als je acht bent, ga je langs de deur of je snoept misschien, maar eigenlijk vieren we geen Halloween. En toch wilde ik heel graag een DIY Halloween look maken. Dus deze video is een tutorial van hoe je zo'n eenhoorn moet worden als ik. Fabulous. Dit wil iedereen, dus blijf vooral kijken. Ik ben geen beauty YouTuber. Ik heb nog nooit een beauty video gemaakt. Of ik heb het wel eens gemaakt, maar niet online gezet. Dat heeft zo'n redenen. Ik ben er niet zo goed in. Ik weet er niet zoveel van. Ik vind het wel leuk, maar ik kan het gewoon niet zo goed. Dus ik ga jullie nou wel leuk leren hoe je dit moet doen. Maar eigenlijk heb ik alles geïmproviseerd en maar wat gedaan. Ik heb maar gewoon wat opgekort van de dingen die ik heb. Het zijn ook allemaal budgetproducten en whatever. Ja, ik heb allemaal wat gedaan, oké? Okay? Maar ik vind het er best wel fabulous uitzien, om eerlijk te zeggen. Thanks. Thanks, Eva. Dat vind ik echt lief dat je dat zegt. Er zijn een paar essentials om een unicorn te worden. Dat zijn namelijk glitters, kleuren en een hoorn. En laten we maar gewoon meteen beginnen met de hoorn. En dan zie je daarna hoe ik deze make-up look heb gemaakt. Heel veel kijkplezier. En ik hoop dat jullie net zo fabulous unicorns worden als ik. Lekker eigenlijk weer, hoor.
voor Halloween feest kun je het gebruiken of voor gewoon wat je er ook mee wil doen. Gewoon voor de lol zoals ik het nu doe. Ik had vorig jaar dus wel een Halloween feestje. En dan als je een verkleedfeestje hebt, dan kun je dus bijvoorbeeld dit doen. Het is niet te veel, maar toch echt heel erg leuk verkleed. En nou ja, ik ga niet zo over mij praten. Ik denk dat jullie wel snappen dat dit de look was. En ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Dat je misschien dacht van, oké, dit is heel apart, maar tof. Geef deze video dan een duimpje omhoog. Dat zou ik heel lief vinden. En dan wens ik je fijne Halloween. Ook alweer nog een paar weken. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!